Je kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza. Nederland heeft nu nog te maken met vrij veel bewolking en uit die bewolking valt in het noorden ook wat regen. Maar ten zuiden van ons wordt de bewolking dunner. Dat betekent goed nieuws, want in het zuiden breekt vanochtend de zon al af en toe door. Als de laatste regen ook in het noorden aan het wegtrekken is. Er staat vrij veel wind en het is behoorlijk zacht. In de ochtend wordt het al 10 graden. En vanmiddag is het 12 of 13 graden. Met veel meer zon eh, geleidelijk aan van het zuiden uit. Die wind houden we nog wel vast. Langs de kust waait het krachtig met windkracht 6. Ook vanavond. Brede opklaringen, langzaam dalende temperaturen. Maar echt snel gaat het allemaal niet. De avondtemperaturen zullen ook ongeveer ongeveer de minima zijn. Dan morgen. We beginnen met wat zon, maar ook al met wolkenvelden. Het is nog meest droog. Temperaturen lopen snel op. Het wordt 14 of 15 graden. In de loop van de dag gaan er buien vallen. En na die buien begint het dan ook langzaam af te koelen. Vrijdag begint de wind naar het noordwesten te draaien. Wordt het 8 tot nog 11 graden in Limburg. Op veel plaatsen blijft het bewolkt en er valt een tijd lang wat regen. In het weekend wordt het dan wisselvallig met buien. Daar kan hagel of wat natte sneeuw bij zitten. Temperaturen dan rond 7 graden.